Ja, zo'n beetje half in Amerika en half in Nederland of in andere delen van de wereld. Want jij bent echt. Nou, en wat is dan thuis? Wat zou je dan thuis noemen? Oh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want ik ben nu weer een hele tijd in Nederland. En nu begin ik Amerika toch wel weer een beetje te missen. En waar woon je in Amerika als je daar bent? In Hartford, Connecticut. Dat is ongeveer. En dat is waar Warren vandaan komt. Ja. En als je in Nederland bent, dan woon je in Amsterdam. Amsterdam. Jij reist zo ontzettend veel. Wat is nou voor jou een gemiddelde, als die überhaupt al bestaat, een gemiddelde werkmaand van Saskia Leroux? Maar hoe is een maand voor jou? Oh, jeetje. Nou, keihard werken gewoon. Heel het maar organiseren, organiseren. En dan ben je blij als je op het podium staat en als je mag spelen. Dus zo een beetje gaat dat. Want je reist de hele wereld over. Ja. En dat is volgens mij is dat gewoon topsport. Is het wel een beetje. Dus het betekent veel slapen, veel uitrusten, gezond eten. Tenminste, ja, het is maar hoe je het wilt doen. Maar ik word ook al een dagjouwer. En ik rook niet en ik drink niet. Dus dan. En ik eet ook zoveel mogelijk organic. En dan nog moet je veel uitrusten. Want het is best wel heel vermoeiend eigenlijk. Het lijkt me ontzettend vermoeiend als ik jouw concertdata zie en wat je allemaal gedaan hebt. Waar je allemaal heen vliegt zo op een jaar. En dan heb je ook nog eens twee huizen, één in de VS en één in Nederland. En met een heleboel contacten die je natuurlijk moet onderhouden. En je regelt, je bent gewoon echt een self-made woman. Dus je regelt ook nog alles voor jezelf. Maar dat gezonde leven, is dat zeg maar vanuit omdat je ook een van gezondheid hebben? Is het iets wat je altijd al hebt gehad? Of leef je echt zo gezond omdat je het zo druk hebt? Ik vind het eigenlijk wel leuk om gewoon goed in mezelf te investeren. En ook te investeren in dat mijn lichaam goed functioneert. En dan voel ik me gewoon heel lekker. En dan heb ik gewoon overal veel zin in. En dan vind ik het gewoon allemaal leuk. En dan heb ik meer inspiratie ook voor muziek. En voor te componeren en dingen te verzinnen. Of ik vind het gewoon allemaal heel leuk. Ook om te leren vind ik heel leuk. Ik vind heel leuk muziektechnologie. Dus bijvoorbeeld zelf produceren. En zelf, al die dingen, al die nieuwe technieken vind ik leuk. En ook, ik vind heel veel leuk. Dus ik wil heel veel leren. Dus daarom Wil je clean zijn? Ja. Of wil je dat je hoofd schoon is? Ja. Want dan kan ik beter nadenken. Ja. Want ik heb jou wel regelmatig zien optreden. En het valt me ook altijd op. Nou, wat je net zelf zegt, je bent een dagje ouder. En het valt natuurlijk allemaal wel mee. Je bent net iets boven de 50. Een 54. 54. Maar je ziet er zo ontzettend goed uit. Je hebt ook en je hebt dan een band met zeven mannen, waarvan een aantal ook hartstikke jong zijn, van die stoere rappers. En jij staat er altijd met je lange blonde haar en met je mooie benen en met een glitterjurk aan. En ik kan me ook voorstellen dat als je in zo'n omgeving staat, of in zo'n band, dat je ook wel denkt, en ik wil er verdomme ook gewoon echt goed uitzien. Of is dat niet iets wat meespeelt bij dit leven? Nee, weet je wat het gewoon is? Ik denk elke keer van, wat heb ik toch een mazzel? Dat ik gewoon er toch nog best wel goed uitzie. Want ik denk dat het gewoon een kwestie is van geluk hebben. En ik denk wel van, ik ben nu oud. Nou ja, oud. Want ik dacht op een gegeven moment, toen ik zo in de 20 was, toen zeiden ze van, je meisje, je moet nu wel heel snel, moet je het maken. Want straks ben je oud en heb je rimpels. En dan lukt het niet meer hoor. Dan wil niemand je weer zien. Ze willen alleen maar jonge meiden hebben. Dus je moet nu heel erg opschieten als je nog wat wil bereiken. En Heb je daar wat van aangetrokken? ja, tuurlijk. Dacht ik van, oh, nou, ging ik in de spiegel kijken, komt er al een rimpel aan. En toen zag ik op een gegeven moment een rimpel. Toen Nee. dacht ik van, oh, nu zullen er wel heel snel meer volgen. En toen dacht ik van, nou weet je, kijk, als ik nou ouder ben, dan kan ik gewoon van één klap overstappen van jong talent naar oude legende, weet je. En dan maakt het allemaal niet meer uit. Dus ik zit nu eigenlijk te wachten op dat moment dat ik oude legende kan zijn. Ja. Nou, misschien dat de DVD Live in Zimbabwe er wel aan gaat bijdragen. Want je noemt het zelf een historische CD. Straks mag je vertellen waarom. Eerst gaan we nog luisteren naar een stuk. Dit is C2C.